Voor de tweede keer is het Generation Discover Festival van Shell Nederland neergestreken op het Malieveld. Ja, wij zijn hier samen met 20 partners aan de gang gegaan om kinderen te inspireren over wetenschap en techniek. Wij willen hun laten zien en eigenlijk ook laten beleven. Hè, dus ze mogen hier overal met hun handen aan zitten en doorkruipen. Hoe belangrijk techniek kan zijn en eigenlijk ook hun inspireren van wat zouden zij daar nou mee kunnen doen. Dus denk eens na over welke uitvindingen er nog nodig zijn voor de toekomst. Wat kan jij bedenken? En we hopen daar een beetje het lampje aan te zetten bij die kinderen, want we zullen ze heel hard nodig hebben. De deelnemende organisaties en de jongeren zijn enthousiast over dit festival. Maar er is ook protest, omdat de olie- en gasactiviteiten van Shell nog steeds flink bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Shell zou volgens de demonstranten weinig oog hebben voor duurzaamheid en klimaatverandering. Shell denkt er anders over en claimt wereldwijd voorop te lopen als het gaat om de inzet op duurzaamheid. Ja, dat zou best kunnen, omdat zij ook een van de meest vermogende bedrijven zijn ter wereld. Dat betekent natuurlijk niet dat ze ook intrinsiek overtuigd zijn van het feit dat we naar die energietransitie zo snel mogelijk naartoe moeten. Omdat ze, ja, het feit is wel dat ze voor het overgrote deel van hun investeringen nog steeds gewoon bij olie, kolen en gas zitten. Vraag aan Shell is wat voor hen nu het moment is om echt alles op alles te zetten voor een beter klimaat. Nou, ik denk dat we nu aan de slag moeten. Hè? Dus ik heb echt de hoop dat de ambitie ook van de nieuwe regering hoog is. Ik vind dat we nu aan de slag moeten. Wij zijn heel vocaal geweest dat we moeten gaan versnellen. Dus het wacht niet op deze kinderen. Hè? We moeten nu aan de slag, maar deze kinderen zijn wel heel belangrijk. Want ook zij gaan er nog mee te maken krijgen dat de maatschappij, als zij groot zijn en hun beroep kiezen, er anders uit zal zien. Zij zullen andere soorten beroepen kiezen. Zij zullen mee moeten denken aan een betere wereld op het gebied van water, voedsel, energie. Dus wij moeten aan de slag, maar zij moeten later ook aan de slag. Dus we hebben hun hart nodig. Het festival op zich is een succes en met name jongeren zijn enthousiast. Dus wat is nu eigenlijk het probleem met dit festival? Ja, het festival zelf is natuurlijk hartstikke leuk. Ook de kinderen die eruit komen hebben het enorm naar hun zin gehad. Dat is natuurlijk hartstikke mooi en we zijn ook zeker niet tegen dat kinderen enthousiast worden gemaakt voor techniekonderwijs. Het probleem is alleen dat kinderen hier binnen ook te horen krijgen over hoe Shell bezig is duurzame technieken te ontwikkelen. Hoe ze bezig zijn het klimaatprobleem ook aan te pakken. En dat zijn vooral PR-praatjes, want de werkelijkheid is dat Shell voor 1% aan in duurzaamheid investeert en 99% nog steeds geïnvesteerd is in olie, kolen en gas. Als dit festival georganiseerd zou worden door de Haagse Hogeschool, scholen samen, TU Delft, geen probleem? Nee, geen probleem. Nee, mits de juiste partners natuurlijk aanwezig zijn. Ja. Want ook met de universiteiten gaan fossiele bedrijven nogal eens in zee. Dus als Shell daar dan vervolgens weer partner van zou zijn, dan krijgen we natuurlijk hetzelfde liedje. De voltallige oppositie in de gemeenteraad probeerde alsnog met een aantal moties de gemeentelijke subsidie aan Shell tegen te houden. Zonder succes. Alle moties werden door een meerderheid afgewezen. Een van de deelnemende organisaties is Defensie, die in een eigen paviljoen nieuwe technologie laat zien die in de toekomst ingezet kan worden bij rampen en dijkdoorbraken. We hebben nu gekozen voor het scenario natuurramp dat Den Haag is overstroomd. En hoe kunnen we dan adequaat hulp gaan verlenen met onze middelen. Dus binnen gebeuren nu allerlei techniekdingetjes. Ze kunnen een F-35 bouwplaat maken. Ze kunnen bruggen bouwen om transportmiddelen te verplaatsen. Ze kunnen boten bouwen om evacuees weg te halen. Er is een robot aanwezig, een escape room en ook nog een obstakel laser game. En daardoor kunnen ze door middel van door te breken gewoon ervaren wat het is om hulp te verlenen. Maakt u zichzelf persoonlijk zorgen om klimaatverandering? Ja, natuurlijk maak ik me zorgen om. Ik ben ook opa, ik heb een kleindochter net gekregen. Dus die gaat ook opgroeien natuurlijk in een veranderende klimaat. Dus dat is daarvoor ook belangrijk dat we natuurlijk naar die 2050 toe gaan werken. Dat we dan zonder fossiele brandstoffen nog kunnen werken. Waterlijk inderdaad. Zijn er nog meer kandidaten van de allereerste race van vandaag? Dan mag je hierheen komen. Want er staan nu op. Ik nam net een kijkje in de dome en ik zag dat daar stond van wat gebeurt er als in Den Haag de dijken doorbreken.
En kunt u zich voorstellen dat mensen het misschien een beetje cynisch vinden, aangezien Shell toch voor 99% fossiel bedrijf is? Nou, ik denk dat er heel veel mensen natuurlijk aan het nadenken zijn over het energiesysteem. En wij ook, daar zijn we allemaal heel hard mee bezig. Dus ik vind dat een prima discussie. Ik denk wel dat het festival hier vandaag gaat over kinderen, gaat over techniek. En ik denk dat het daar ook over moet gaan. Van joh, hoe inspireren wij die jeugd om nou met hun talent aan de slag te gaan? Nou, ik vind het een heel leuk en het is ook interessant, want het gaat over de techniek van nu. En er zijn heel veel nieuwe dingen zoals zoutwaterauto's en dan leer je ook nog wel wat van. Ik vind het heel erg leuk en je kan heel veel dingen doen en dat vind ik leuk. Ja. Heb je al een idee wat jij later wil worden? Iets in de techniek? Nou, ik wil graag kapster worden. Nou, ik denk dat ik iets met bakken of zo wil worden. Oké, heel Holland bakt dus. Nou, dat weet ik niet zeker. Maar dit gaat allemaal over techniek, dus jullie hebben geen interesse in techniek? Nou, ik wou altijd eigenlijk gewoon helpen met computerdingen enzovoort, maar ik ben niet echt goed in. Wat wil je graag worden? Iets met techniek? Nou, niet per se iets met techniek, maar het heeft toch wel iets met techniek te maken, want ik wil graag televisiepresentator worden. En als je op televisie wil komen, moet je toch wel dingen van techniek ook weten. Hoeveel procent van de investeringen van Shell doet Shell in duurzaamheid? Nou, wij doen steeds meer in duurzaamheid. Hè. Wij zijn, je kan zeggen, op de hele Shell-portfolio is het nog weinig. Maar als je kijkt wat Shell doet aan duurzaamheid, gewoon in absolute termen, zijn wij heel erg actief in duurzame energie. 1% las ik in een artikel. Wij zijn de eerste windparkbouwers van Nederland en nu ook erg actief om te proberen dat te versnellen en op te schalen. Wij zijn in heel veel activiteiten in duurzaamheid de grootste van de wereld, als je denkt aan renewable trade. Maar ik wil weer zeggen, daar gaat dit festival nu even niet over. Die discussie voer ik heel erg graag, ook met heel veel mensen. Iedereen is welkom om bij mij koffie te komen drinken. Op dit festival gaat het over de kinderen en de kinderen aan te zetten om ons te helpen met alle maatschappelijke uitdagingen waar we gewoon als wereld continu voor staan. En maar ik denk dat zij daar heel goed aan bij kunnen dragen. Ja, maar begrijpt u ook dat mensen zien dat u hier een vergrootglas legt op een festival? Op die 1% duurzame energie van Shell en dat die, u gaat nog steeds door met boren op de Noordpool bijvoorbeeld. Femke, ik heb dat gesprek heel graag met jou, dat weet je. Die voer ik heel graag buiten dit festival. Dit festival gaat echt samen met onze partners over het belang van wetenschap en techniek in het onderwijs. Over het enthousiast maken van de kinderen voor wetenschap en onderwijs. Volgens mij begrijpt iedereen heel goed dat dat hard nodig is. We hebben nu al te weinig technisch personeel. Niet alleen bij Shell, maar ook het MKB. Alle Nederlandse bedrijven staan te springen om mensen die enthousiast zijn over techniek. En ik vind het gewoon heel mooi dat wij samen met partners hier de kinderen laten zien wat zij met techniek kunnen. Dus ik denk dat daar het festival over gaat en dat daar ook de discussie over moet gaan. Uit opmerkingen van de wethouder, waarin zij spreekt van een commitment, is op te maken dat Shell ook volgend jaar in aanmerking komt voor een subsidie voor het festival in 2018. Nou ja, we hebben Shell door die 3 jaar, de gemeente heeft toegezegd vorig jaar om daar ook een partnerschap in het festival in te ontwikkelen. Dat heeft de vorm van een subsidieaanvraag gekregen. Die is vorig jaar toegekend en we zullen op dezelfde wijze dit jaar ook moeten behandelen. Want wij zijn wel een betrouwbare overheid die op een goede manier zijn aanvragen wil beoordelen.